In de periode 14 februari tot en met 14 maart 2020 zullen de kiezerslijsten ter inzage gelegd worden. Dat meldt het Nationaal Informatie Instituut. De ter inzage legging geschiet op de verschillende commissariaten, bureaus voor burgerzaken en nog nader te bepalen locaties, zegt Michael Cromodimejo. Hij is coördinator van de werkgroep kiezerslijsten. De ter inzagelegging van de kiezerslijsten geeft kiesgerechtigden de mogelijkheid om na te gaan of hun gegevens juist zijn. De gegevens die belangrijk zijn om te kunnen stemmen zijn de namen, de geboortedatum, de geboorteplaats en het woonadres. Verder moet men in het bezit zijn van een identiteitskaart. Na de afsluiting van de ter inzagelegging bestaat er geen mogelijkheden meer om foutieve gegevens te wijzigen.